Gespecialiseerd misdaanteam versterkt zoektocht vermiste meisjes. En kinderen in Woerden sporten op koningsspelen. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. Een speciaal team uit Panama, gespecialiseerd in georganiseerde misdaad, gaat de vermissing van Chris en Lisanne uit Amersfoort verder onderzoeken. De twee vrouwen zijn nu ruim 3 weken vermist in Panama. Of er aanwijzingen zijn over een misdrijf is nog onbekend. Volgens verslaggever Mark Bessems komt het vaker voor dat ervaren mensen op grote zaken als deze worden ingezet. Nou ja, het klinkt natuurlijk echt georganiseerde misdaad. Dat klinkt heel verontrustend. Maar tegelijkertijd is het ook wel vaker voorgekomen dat er bij grote zaken, ja, dat ze dan gewoon de meest ervaren mensen, de specialisten eigenlijk, de beste speurders van het land op die zaken zetten. Dat ze die laten meedenken, gewoon mee laten helpen. Ja, de familie van Chris en Lisanne heeft ondertussen een stichting opgericht. Met Vind Chris en Lisanne willen ze het onderzoek in Panama ondersteunen. Een grootschalig DNA-onderzoek lijkt nog de enige mogelijkheid om de Utrechtse serieverkrachter op te sporen. Gisteren werd bekend dat het DNA-verwantschapsonderzoek geen match heeft opgeleverd. De klopjacht op de man die 6 vrouwen verkrachtte midden jaren 90 en begin 2001 heeft tot nu toe niets opgeleverd. De dader wist uit handen van de politie te blijven. Door een grootschalig DNA-onderzoek werd de moord op de Friese Marianne Vaatstra wel opgelost. Maar het Openbaar Ministerie is niet van plan dat middel opnieuw in te zetten. Als je het hebt over grootschalig DNA-onderzoek, daar zitten ook gewoon een aantal juridische vereisten aan. Dat is een hele zware toets, omdat je het ook hebt over een zware inbreuk op privacy van heel veel mensen, hè, die je mee wil laten werken aan zo'n DNA-onderzoek. Dus alles is afgewogen. Aan de ene kant dat ene procentje wat je misschien kans hebt om het op te lossen. Aan de andere kant allemaal dingen die daarvoor, die daar anders voor pleiten. En uiteindelijk is de afweging gemaakt om het niet te doen. Ja, het Openbaar Ministerie is de hoop dat de serieverkrachter ooit nog wordt gepakt, niet verloren. Sporadisch komen er nog tips binnen. De zaak wordt dan niet als een cold case behandeld, maar als lopend onderzoek. Witte rook uit de schoorsteen van het gemeentehuis in Utrecht. D66, VVD, GroenLinks en de SP hebben na een paar weken onderhandelen een coalitieakkoord gesloten. Ze gaan samen het nieuwe gemeentebestuur van de stad vormen. Het is nog niet bekend wat de belangrijkste afspraken zijn die de partijen hebben gemaakt. En wie er wethouder worden. Maar het lijkt erop dat SP-Kamerlid Paulus Jansen daarvoor terugkeert naar Utrecht. Verslaggever Floor Sprenger. Vanmiddag om 2 uur wordt in Utrecht het nieuwe coalitieakkoord bekendgemaakt. Dan wordt ook duidelijk wie de wethoudersposten gaan vervullen. Paulus Jansen twitterde vanochtend al dat hij de nieuwe wethouder wordt voor de SP, die voor het eerst deelneemt aan de coalitie in Utrecht. Ja, en straks om 5 uur uitgebreid aandacht voor het nieuwe gemeentebestuur van Utrecht. De politie heeft gisteravond versterking moeten oproepen bij een auto-ongeluk in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Door de toeloop van mensen die kwamen kijken ontstonden er scheldpartijen tussen jongeren. Een bestuurder reed op de Marshalllaan en zag op de kruising met de Bernadottelaan een naderende automobilist over het hoofd. Om de afhandeling van het ongeluk in goede banen te leiden, riep de politie extra mankracht op om het publiek tot bedaren te brengen. Op de Amsterdamse straatweg in Utrecht komen de komende 3 jaar geen nieuwe coffeeshops bij. Dat heeft de burgemeester van Zanen besloten. Het regent al jaren klachten over onveiligheid. Er zou sprake zijn van duistere praktijken bij nachtwinkels en massagesalons. De vrienden van de vermiste Hanno van Mil grijpen Koningsdag aan om de zoektocht naar de 47-jarige Amersfoorter uit te breiden. Van Mil vertrok bijna 2 weken geleden naar zijn werk in Driebergen, maar kwam daar nooit aan. Zijn auto werd een dag later gevonden bij de piramide van Austerlitz. Vrienden delen vanavond flyers uit in Zeist en gaan dit weekend ook naar Utrecht, Maastricht, Tilburg en Schiphol. Er moet nog flink wat gebeuren in Utrecht voordat de traditionele vrijmarkt vanavond om 6 uur losbarst. Gemeente, bewoners en de politie werken goed samen, zodat alle door u verzamelde spullen weer uitgestald en verkocht kunnen worden. Omdat 27 april dit jaar op een zondag valt, is Koningsdag verplaatst naar morgen, zaterdag 26 april. Het Nederlands Filharmonisch Orkest, Bob Dylan en de Beatles, ze stonden allemaal in de Royal Albert Hall in Londen.
En aan dat rijtje kan binnenkort het Stichts Mannenkoor uit Driebergen worden toegevoegd. Het amateurkoor treedt namelijk volgend jaar op in die Engelse muziektempel. En ze zijn nu al hard aan het oefenen. Zo moet het straks ongeveer ook gaan klinken in de Londense Royal Albert Hall, maar dan uit honderden kelen. Samen met koren uit Engeland, Wales en Schotland mag het Stichts Mannenkoor in de imposante concertzaal optreden. Het is echt iets heel bijzonders, moet dat zijn, zeg maar even. Voor Wim Zoet is het een droom die uitkomt. Halleluja. Normaal treedt hij op in kerken of kleine zaaltjes in de omgeving. En straks dus in een van de meest prestigieuze zalen ter wereld. Spannend, denk ik. Aan de ene kant denk je dat je een bijdrage levert. Dat je misschien ook wel een klein beetje opvalt. Waarvan ik denk dat het niet zal zijn. Want er komen zoveel zangers en zangeressen dat dat niet in het geval zal zijn. Maar de ambiance en het geluid en het totaal, dat moet echt heel iets bijzonders zijn. Dat verwachten wij dit in ieder geval. Dirigent Piet van der Zanden regelde het bijzondere optreden. Het is een benefietconcert voor het Engelse Kankerfonds. Aan Van der Zanden de taak om het koor klaar te stomen voor de show die volgend jaar november wordt gegeven. We moeten de muziekstukken goed kennen. Er zitten weinig stukken bij die wij al in ons vaste repertoire hebben. Want ja, die keuze wordt in Engeland gemaakt. En je doet mee of je valt buiten de boot. Hè? En je moet natuurlijk zorgen dat die mannen die Engelse teksten goed beheersen. En dat betekent de komende anderhalf jaar iedere week oefenen. Zenuwachtig voor de grote uitvoering is koorlid Piet niet. Er is nog genoeg tijd om alle stukken in te studeren. Hij maakt zich vooral zorgen dat hij in de immense Londense concertzaal niet verdwaalt. Als ik de weg maar niet kwijtraak. Dirigent verzekert ons, we hebben vaste plekken, je weet precies waar je moet gaan. Ja, ik moet het nog zien dat we door dat hele grote gebied de partners weer terugvinden en dat we allemaal weer op de goede plek terugkomen. Het zal goed gaan, het zal hartstikke goed gaan, denk ik. Hè? Maar daar denk ik dan over na. Het Stichts Mannenkoor kan trouwens nog wel wat nieuwe aanwas gebruiken. Dus wie graag een keer in een van de mooiste concertzalen van de wereld wil staan en een gouden keel heeft, kan zich bij het koor aanmelden. Ja, en dat concert in de Royal Albert Hall, dat staat gepland voor 14 november volgend jaar. In heel Nederland worden vandaag de Koningsspelen gehouden. Voor de tweede keer doen meer dan 1 miljoen basisschoolleerlingen mee aan de activiteiten. Zo staan er onder andere een wereldrecordpoging dansen op het programma en natuurlijk ook het Koningsontbijt. In Woerden kregen leerlingen van de Wilhelminaschool bezoek van minister Schippers. Pindakaas, boter en pasta. En natuurlijk de oer-Hollandse hagelslag. Een feestelijk begin van de laatste schooldag voor de vakantie. Maar ja, waarom ook alweer? Konings, omdat het koningsspelen is. En daarom mogen Rens en zijn klasgenootjes vanmorgen ontbijten op school. En zelfs de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt een hapje mee eten. Net als de leerlingen is ook zij vandaag gekleed in de kleuren van Koningsdag. Die boterham met hagelslag, daar komt ze niet speciaal voor. Ze is vooral in Woerden om met de kinderen de kanga-dans te dansen. Je kan wel naar Sam kijken, hij doet het al even voor. Springen. Juist ja. Eens kijken hoe dat er met alle leerlingen van de Wilhelmina school uitziet. Ik vind het geweldig, omdat we het met z'n allen tegelijk doen. En dat het ook iets zegt over hoe belangrijk bewegen en gezellig met elkaar dansen, maar ook gezond ontbijten is. Dus ja, ik vind het een ontzettend belangrijk initiatief. En het is de tweede keer en ik ben er ook voor de tweede keer bij. En ik hoop dat we het nog heel veel keren zullen gaan doen. En u gaat zelf ook mee dansen? Ik ga zelf een poging doen tot dansen. En met deze danspasjes doet de minister zeker niet onder voor Rens en zijn schoolmaatjes. Ja,
Ja, mooi is dat om te zien. In heel Nederland doen dus, zoals gezegd, ruim 1 miljoen kinderen mee aan die Koningsspelen. En natuurlijk ook aan die kangadans die we net zagen. Of daarmee een wereldrecord geschreven wordt, ja, dat is pas eind mei duidelijk. En dan krijgt u tot slot nog het weer van mij. Er zijn flink wat perioden met zon. En het wordt maximaal 24 graden. Vanavond is er wel meer bewolking. Maar de kans op een onweersbui blijft gelukkig klein. Het koelt af dan naar 17 graden. En tot zover deze uitzending van U Vandaag. Om 5 uur zijn we dus weer met onze uitgebreide uitzending. Wat mij betreft heel graag tot dan. Goedemiddag.